De challenge is, wanneer ik ga praten, stop deze video. Je mag niet praten. Ik kan helemaal niet met je praten deze video. Waarom bel je? Kan je zingen? Anderhalf meter, anderhalf, ik zeg anderhalf. Ik heb vandaag nodig 2 keer Italiaanse wokgroenten. Stel voor dat je eventjes een mooie wandeling gaat maken met mevrouw. Heel goed naar Thomas luisteren, zoals altijd, hè? Test, hallo allemaal. Super leuk dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. Dit wordt niet zomaar een video, maar een hele speciale video. Zoals jullie misschien merken is dit niet mijn stem, maar de stem van Google. Ik praat niet zelf, want de challenge is, wanneer ik ga praten, stop deze video. Doe een duimpje omhoog als je er zin in hebt. Bij de 20.000 duimpjes ga ik 1 dag niet naar de wc. Test, check even hier beneden of je al geabonneerd bent. Zo niet, doe dat snel. We zijn bijna bij de 500.000 abonnees en jij kan hier een van zijn. Druk gelijk ook even op het belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. Natuurlijk heb ik ook een vraag voor deze week voor jullie. Hoeveel uur hou ik het vol om mijn mond te houden? 1 uur, 2 uur of misschien wel 48 uur? Ik kies 1 juist antwoord hier beneden in de comments uit. Die persoon wint een gezellig FaceTime-gesprek met mij. Misschien dat ik dan wel mag praten. Ik denk dat ik deze challenge verder niet hoef uit te leggen. Ik blijf net zo lang filmen als dat ik stil blijf. Wanneer ik praat, stopt de video gelijk. Ik hoop natuurlijk dat het mij gaat lukken dit zo lang mogelijk vol te houden. Zoals jullie weten, praat ik normaal gesproken altijd te veel. Misschien wordt dit wel de eerste video waarbij ik geen commentaar ga krijgen over mijn Brabantse uitspraken. Laten we beginnen met Rutger uit te leggen dat het vandaag een rustige dag gaat worden. Kom maar mee. Je mag niet praten. Nou, gezellig vandaag. Eindelijk rust. Leuk. Oh, ik ga allemaal mensen uit... Oh nee, dat mag niet. Ik mag geen mensen uitnodigen. Wat drinken? Ik wil koffie. Gezellig, hè, vandaag. We hebben eindelijk een dagje rust samen. Nou. Gezellig, jongens. Op de koffie bij Rutmans en Paco. Oh, als jij praat... dan stopt de video. Ik heb een leuk raadsel. En als je die raadt, dan win je 100 euro. Hoeveel kussentjes heeft Paco op haar poot? Dit is heel dom, want je kan gewoon antwoord geven hierop. 16? Nee, jongen. Het zijn toch 5 of zo? Jammer, je hebt het fout. Thomas, volgens mij wil er iemand heel erg graag naar buiten. Kijk, ze komt je gewoon ophalen. Ik stel voor dat je eventjes een mooie wandeling gaat maken met mevrouw. Heel goed naar Thomas luisteren, zoals altijd, hè? Wat staat er? Maar als ik niet mag praten, kan ik Paco geen commando's geven. Nee. Klopt, dat wordt wat. Je moet wel gaan praten, denk ik. Ik denk dat de video nu gaat eindigen. Oh. Hoe weinig jij zegt, hoeveel Paco ineens aan het blaffen is. Wat is er dan? Pijn. Warm. Je hebt gerend met Paco, je bent helemaal dood. Wil je erover praten? Nou, Thomas, ik heb nog een leuke opdracht voor je. Ik wil dat je voor mij boodschappen gaat doen, want mijn krusli is op. Alsjeblieft, ik had boodschappen besteld, maar die komen pas maandag nu ineens. Ik zal zo meteen via de telefoon vertellen wat Thomas allemaal gaat halen. Je hoort Thomas hardop denken, zo meteen in de winkel.
waarom doe ik dit eigenlijk voor Rutger? Dit hoort niet eens bij de challenge. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe boodschap. Dit is niet zomaar een boodschap, maar een hele grote boodschap. Ik ga vandaag boodschappen doen voor mijn lieve vriendje Rutger Vink. Ik hou ontzettend veel van hem. Dus laten we snel beginnen met het halen van wat groenten. Ik heb vandaag nodig 2 keer Italiaanse wokgroenten van 400 gram per zakje. Ik weet natuurlijk waar die ligt. Pak hem eventjes. Ik denk dat ik hem inmiddels wel heb gevonden, dus ik ga door naar de broccoli. Daar wil ik er ook eentje van hebben namelijk. En ik kan jullie vertellen, het is gezonder dan een broccoli. Ik heb nodig appels, aardbeien en bananen. Want ik ga vanavond een smoothie maken voor mijn lieve vriend. Oh, nou vergeet ik bijna de kiwis. Ik wil graag voor 2 maaltijden kipfilet. Nou, ik zat te twijfelen, maar ik zal hem toch maar kopen. De zalm! Ik ga trouwens ook vanavond koken voor mijn vriend. Meestal doet hij dat, maar vanavond wil ik het een keer. Nou, ik haal nog even een paar laatste dingetjes en dan kom ik snel weer naar huis. Geef maar even. Ik zal het wel even vertellen. We zijn inmiddels aan het lunchen en ik heb iets heel raars ontdekt. Want dit pak hagelslag staat volgens mij fake nieuws. Er staat namelijk dat er in het regenwoud 3,5 miljoen mieren leven. Ik denk dat het er veel meer zijn. Wat denken jullie? Klopt dat of klopt het niet? Laat het even weten in de reacties. Niet waar. Wat? Oh, gezellig. Hallo. Leuk is het hoor, Richard, vandaag in huis. Heel gezellig. Wat gebeurt er? Ja, niks. Hij mag niet praten. Althans, mag wel, maar dan stopt de video. Wacht, hij loopt helemaal vast volgens mij. Nee, Thomas praat niet. Nou, ik dacht gezellig even FaceTime. Ik bel anders morgen wel of zo. Hallo Richard, alles goed? Alles goed? Alles goed. Ja, en met jou? Nu moet ik heel lang wachten op een antwoord. Ja, met mij ook. Ga je wat leuks doen vandaag? Nou, ik ben eigenlijk gewoon aan het werk van het huis. Nou, wel leuk. Ik kan helemaal niet met je praten op deze manier. Waarom bel je? Nou, ik dacht gewoon even gezellig. Want hoe is het bij jou? Gezellig. Kan je zingen? 1,5 meter, 1,5, ik zeg 1,5 meter. Kom niet in mijn aura, 1,5 meter. Was gezellig, dag Richard. Ja, was een goed gesprek ook vooral. Het wordt nu wel lastig. Ik wil jullie zoveel vertellen, maar het mag niet. Je merkt nu pas hoeveel je praat op een dag. Ik misschien wel een beetje te veel. Mr. Muet, IKIETS, Natix gone down ondertussen. Misschien moet ik iets nuttigs gaan doen ondertussen. Ik ga kijken of Paco reageert op de commando's van Google. Paco zit. Paco rol. Paco zit. Paco zit. Paco zit. Het werkt goed zo, Paco. Goed zo, Paco. Goed zo, Paco. Hoei. Ik ga hardlopen, doei. Nou, wat goed van je. Heel veel succes. Ik ga hardlopen, doei. Heel erg knap. Ik ga hardlopen, doei. Nou, dat had ik nou niet verwacht. Heel erg goed. Wat doe je, Paco? Geen idee waar die handdoek vandaan komt. Verdenk dat ik al weg ben, maar eigenlijk ben ik hier gewoon bezig met uitstelgedrag. Ik heb iemand nodig die mij aanmoedigt. Hup Thomas, hup Thomas, hup Thomas. Maar Thomas, ik heb een tip. Eet eerst een banaan voor extra energie. Best lastig als je de camera moet vasthouden. Hey, hey.
Oh, 5,9. Wauw. Ik ben echt kapot. Oh!